komt ook helemaal niet geloofwaardig over. Als ik zo aankwam, dan, nou, ik kom de machine maken. Ik sta vandaag in een loods waar het 2 graden is en waar jouw soepgroenten worden gemaakt. Ik ben vandaag onderhoudsstoringsmonteur. En vandaag ga ik aan het werk met Kees-Jan. Hoi, hallo. Goeiedag. Hi, mijn Lonneke. Jij bent hier monteur. En wat houdt dat precies in hier? Straks gaan we kijken in de productie. En dan zul je zien dat er een diversiteit is aan machines. Ja. Proces van wassen, snijden, verpakken. Ja. En alles wat daar storing aan heeft of onderhoud, dat gaan wij proberen weer te restaureren. Oké, Lonneke, we gaan vandaag een onderhoudsklus doen bij een verpakkingsmachine. We hebben wel wat aan gereedschap nodig, dus we nemen het karretje mee. Gaan we erheen. Dit is een boosdoener. Ik zie niks meer. Ik ben gewoon heel emotioneel. Komt ook helemaal niet geloofwaardig over. Als ik zo aankwam, dan, nou, ik kom de machine maken. Kapotte machines raken mij gewoon. Oké, we gaan dus vandaag het verwarmingselement vervangen van deze verpakkingsmachine. Ik ga kort uitleggen hoe dat werkt. We hebben van een zakje heb je de onderkant en de bovenkant. De lengte van de zak die wordt dan dichtgemaakt. Dat wordt ook met een hittebalk gedaan. En die hittebalk die is versleten. Oh, die is niet goed. Die gaan we vandaag vervangen. Oké, nu hebben we het onderdeel hebben we eruit. Dan gaan we nu naar de werkplaats. Dit gaat naar de werkplaats. Oké. Okay. Gaan we daar de nieuwe samenstellen. Dan gaan we weer terugmonteren. Vind je nou het allerleukste aan je baan? De afwisseling die we hebben. Niet dagelijks weten wat je gaat doen. Dus je komt aan 's ochtends en dan is het maar eens afwachten wat gaat er gaat gebeuren. Komen. En je werkt in een heel leuk team. Absoluut. Sommige vrouwen wel. Dat het zou leuk zijn als een aantal dames het team komen versterken. Nou, keurig. Helemaal goed gedaan. Ah, de machine doet het weer. Keurig en gedaan. En dit is wat je koopt in de supermarkt. Hey, als onderhoudsstoringsmonteur moet je natuurlijk heel veel technisch inzicht hebben. Ja, klopt. Ja. Oplossingsgericht zijn, snel kunnen handelen. Inderdaad, en je moet ook veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsvoorschriften voldoen. Mijn taak zit erop. Ja, mooi. Nou ja, heel erg bedankt. Ja, ik vond het ook leuk om met je samen te werken. Maar ik had het zonder jou niet gekund hoor. Dat was heel de boel vastgelopen. Ik denk dat je wel geslaagd bent. Ja? Ja, absoluut.